Patatas bravas, gegrilde cotelet en roergebakken spitskool. Dat is het menu voor vandaag. En voor de patatas bravas heb ik mijn grote aardappelen even goed gewassen. En ga ik ze vervolgens in grove stukken snijden. Oh, ja, grove stukken. Ja, het is patatas bravas, hè? En brava betekent natuurlijk niks anders dan wild. De Costa Brava, wilde kust, rotsen. En dit zijn dan de patatas bravas, oftewel de grove wilde aardappelen. En deze is zelfs zo hard gegroeid dat hij daar een klein gaatje in heeft zitten. Die bewaar ik even voor de special effects. Patatas bravas, grove stukken aardappel, even voorbakken en daarna afbakken. Dat zijn natuurlijk de aardappelen waar de Nederlanders zo gek op zijn als ze in Spanje zijn geweest en ze komen terug. Dan vraag je, heb je nog tapas gegeten? Ja, we hebben tapas gegeten. Wat voor tapas dan? Nou, patatas bravas. Dat is wat wij in Nederland wel weten. Maar hoe maken ze? Hoe maken ze nou echt? Nou, heel simpel. Door grote stukken aardappelen voor te bakken, net als friet. En vervolgens af te bakken. Voorbakken doe je op 160 graden. Dat is eigenlijk ook blancheren, hè? Dat is dus voorgaren, maar dan in de olie. Dus die heb ik alvast voorverwarmd, mijn friteuze. En die aardappelen moet je wel heel eventjes, ook na het snijden, nog eventjes naspoelen. Zodat al het zetmeel wat je eraf hebt gehaald, of het zetmeel wat vrijkomt eigenlijk bij het snijden, dat je dat er eventjes afspoelt. En dan, voordat ze de friteuze ingaan, ga je ze natuurlijk weer even droog deppen. Want anders wordt het zo'n gespetter in de friteuze. Zo. Hop. Zo, jongens. Nu zijn jullie er klaar voor. Ga ik even voor frituren. Ja, dat doe ik even niet hier. Doe ik nu even in de professionele koude zone friteuze. Die we hier natuurlijk ook hebben. Hopla. In een mandje. En dan ga ik ze 10 minuten op 160 graden voorkoken eigenlijk in de olie. Komt dat goed, jongens? Ja, hè? Mooi. Ga ik door met mijn roerbak. Spitskool, want die carbonaatjes, dit zijn dan de ribcarbonaatjes, hè. Is een haascarbonade, dan zit er nog zo'n stukje varkenshaas hier. Nu is het alleen een varkensfilet. Hé, daar zit nog een klein stukje varkenshaas. Maar deze zijn dan in de supermarkt te vinden onder de titel ribcarbonades. Je kent ze wel. Spitskool. Ja, de hele kool wordt steeds minder verkocht, hè. We kopen tegenwoordig steeds meer onze groentes voorgesneden in een zakje. Maar, ach ja, ik vind het zelf altijd nog helemaal niet zo erg om een hele kool te kopen. Want zo'n hele kool kun je namelijk wel lang bewaren. En zo'n zakje voorgesneden groenten is meestal na 2 dagen verlept. En als je zo'n kool even aansnijdt, je bent met z'n tweeën, dan eet je de ene dag roergebakken kool. En de volgende dag gratineer je hem eventjes bijvoorbeeld, vermengd met een beetje aardappelpuree. Ik noem maar wat. Maar zo heb je eigenlijk zelf ook in een handomdraai je eigen kool gesneden. En wat natuurlijk nog veel interessanter is, dat is dat zo'n kool op de markt beduidend minder kost in zijn geheel natuurlijk dan zo'n zakje voorgesneden gewassen groenten. Voor 4 personen, even kijken, is dit genoeg? Nou, het slinkt wel aardig, dus laat ik nog 1 kwartje snijden. En dan heb ik genoeg voor 4 personen. Lekkere, pittige roerbakkool. Ook hiervoor natuurlijk een goed voorverhitte wok. Die heb ik alvast laag op vuur aangezet en voorverwarmd. Wat vind ik nog meer lekker bij mijn kool? Zo. Nou, wat vind ik nog meer lekker? Wat ik nog meer lekker vind, is een pepertje erdoor. Bijvoorbeeld. Pepertje, als je hem gaat snijden en je wil niet zo'n last van brandende ogen hebben nadat je je peper gesneden hebt. Je wilt dat je hem zonder pitjes serveert. Dan moet je hem gewoon even rollen zo. Hup, de kop eraf en dan tik je zo met gemak al die pitjes eruit. Want die zitten dan los in die peper. Zo. En die snij je dan vervolgens fijn. En als je hem zo snijdt, zit je ook niet met je vingers aan het vruchtvlees.
En heb je ook geen last van tranende ogen of wat dan ook. Ik heb wel eens hier tijdens kooklessen mensen gehad die aan een neus hadden gezeten nadat ze de peper hadden gesneden. Die hebben echt zo'n neus de hele avond. Geen gezicht, niet handig en ook niet prettig. Moet je allemaal uitleggen aan je gasten. Pepertje dus. Die vind ik lekker. Die ligt klaar. En, ja natuurlijk, zoals veelvuldig gebruikt, een beetje knoflook. Hoort er ook bij. Knoflookje. Worteltje eraf, plat drukken en hij is gepeld. Zo, twee teentjes voor vier personen, moet kunnen. Mijn patatas bravas, die gaan gewoon door. Die zijn aan het voorkoken, ik hoor ze al een beetje zingen. Knoflookje klaar, pepertje klaar. En voor een beetje kleur in mijn groentegarnituur nog een paprikaatje. Natuurlijk een rood paprikaatje. Dat wordt mijn groentegarnituur. Paprikaatje in reepjes door mijn roerbakschotel. Zo. Pan heet, grill ook alvast voorverwarmd. Want ga je grillen, dan moet je een hoge temperatuur hebben, want anders plakt alles aan je grill vast. Dus die staat ook al daar op het vuur, zie je, wok, grill, voorverwarmd. Oké, groentegarnituur gesneden, koteletjes klaar, wok heet, grill heet. Eventjes kijken hoe het met deze jongens is. Ja, mooi hè. Kijk. Lichtbruin voorgebakken. Temperatuur nu naar 190 graden om ze later te kunnen afbakken. Die zijn voorgegaard. Groentes voorgesneden. En daar ga ik nu eerst mee beginnen. Oftewel roerbakken. Wok heet. Vuur hoog. Olie in de pan. En dan begin ik met mijn pepertjes. En mijn paprika en mijn knoflook. Eerst eventjes. Juist, dat wil ik horen. Kijk mensen, dit is roerbakken. Hè? Dit wil ik zien. Die even lekker glazig. En daarna mijn kool erbij. Kort roerbakken, dan vuur omlaag en dan gewoon onder een deksel nog even na laten smoren. Is, vind ik, nog steeds de lekkerste bereiding van verse kool. In de oud-Hollandse keuken, was het nog wel eens de gewoonte om groentes vooral te koken. Ja, en ik vind koken van groentes, water opzetten, koken en dan op tafel zetten, het is gewoon niks, hè. Je moet het een beetje smaak geven, je moet er wat mee doen. En roerbakken is gewoon de meest gezonde bereidingstechniek van groentes. Korte bereiding. Je lost niks op in water wat je later de grootste ingiet. Of wat dan ook. Korte bereiding. Lekkere schroeismaak van het roerbakken. Ja, dat weten ze natuurlijk al lang in landen als Thailand en allerlei andere Aziatische landen. Dat roerbakken zo'n fijne, snelle en gezonde techniek is. Oké. Wat vind ik er nog meer lekker bij? Nou, een beetje currypoeder. Beetje curry. Curry. Complete specerijenmix. Kant en klaar. Altijd goed. En hij slinkt al, hè. Het slinkt natuurlijk enorm, die kool. Lijkt veel, maar straks zal het ongeveer de helft zijn wat er nog over is in de pan. En dat is precies goed. Roerbakkool. Pepertje zit er al in. Dus ik hoef alleen maar wat zout toe te voegen. Zo. En dan is mijn groentegarnituur al bijna klaar. Het ziet er toch heerlijk uit zo, nu al. Oké, kort geschroeid. Vuur iets omlaag. Deksel
op de pan. Hopla. Gaat die lekker door. Dan kom ik aan bij mijn grill. Vuur omhoog. Stukje vlees. Eerst eventjes invetten. Zo. Olie, zonnebloemolie. En die grill invetten. Niet je vlees invetten, maar je grill invetten. Zo maak ik alvast een mooi anti-aanbaklaagje. En dan is het kort en krachtig grillen. He, want dat vlees hoeft maar net gaar te zijn. Zo. Mooi. Recht boven de gaspit. Op de grillplaat. Een mooi geel ruitje geven. Juist. En hierbij dus echt achteraf, daarna pas wat peper en zout erop. Dat is bij grillen bijvoorbeeld wel belangrijk. Ja, als je normaal gesproken grilt of je bakt vlees of je stooft het, dan ga je van tevoren peper en zout toevoegen. Bij een grill doe ik dat achteraf, want als ik er nu al zout op strooi, dan zie je eigenlijk het vocht zo naar boven komen en dan krijg je van die, ja, van die witte plekken op het vlees. Dat is dat uitgerenende eiwit, zeg maar, wat dan begint te stollen. En dat wil ik niet. Kwartslagje draaien. Hop. 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 Dit is het betere barbecuewerk. Zet je afzuigkap op vol vermogen. En maar net gaar laten worden, hè, dat het lekker mals is. Dit begint ook langzaam lekker zacht te worden. Zie je, mooi van kleur. Het ruikt ook heerlijk. Vleesje, even bijblijven. Hoe is het hier, jongens? Hoe gaat die? Ja, dat is mooi, hè? Kijk. Dat is een geel ruitje. Als je de temperatuur maar hoog houdt en je hebt het goed ingevet die plaat, dan laat dat vanzelf los. Ik zie nog te vaak dat mensen de neiging hebben om alles wat ze op die grillplaat leggen ook direct binnen 10 seconden weer te moeten draaien, eraan zitten, lostrekken. Gaat alleen maar kapot. Geef het de tijd en als je het ingevet hebt, laat het vanzelf los. Ja, dat laagje vet, dat doet zijn werk en dat zorgt ervoor dat het weer mooi losbakt, los trilt. Weer een kwartslagje. Voor mijn laatste rondje. En dan wordt het natuurlijk tijd om het vuur iets omlaag te draaien en mijn patatas bravas af te bakken. Want de friteuse is natuurlijk inmiddels op temperatuur gekomen. Zie je wel? Ik zeg, niet te lang, een minuutje of 4, zoiets. We zullen even zien straks, even testen, even voelen, even proeven. Ik kan natuurlijk altijd wat tijden aangeven, maar ja, die ene aardappel is de andere niet. En dat blijft natuurlijk een gevoelskwestie. Dit is bijna goed. Oh, mooi. Daar word ik blij van, hè. Daar word ik blij van, hè. Ik word blij van eten, maar koken, daar word ik ook blij van. Hè? En het aardige is natuurlijk dat vooral anderen er ook blij van worden. Dat ik me gewoon de hele dag mag bezighouden met onze eerste levensbehoefte. Oftewel eten en drinken. Ik bedoel, dan ben je toch bevoorrecht. Peperzout. Zoals altijd doe ik dat. Aan twee kanten, vuur mag uit, de plaat blijft al heet. Oh, het ziet er goed uit. Peper, zout, allebei de kanten gehad. Hopla. Hoe is het hiermee? Even proeven natuurlijk. Kijk, in zijn eigen vocht
stoof je eigenlijk verder gaar. Roodste smaak heeft hij al. Even kijken, heb ik er genoeg zout in zitten? Ja, het is net wat ik zeg, mensen. Dit is een lekkere bereiding van kool, hè. Beetje zoetig. Zoetig van smaak wordt hij, als je hem helemaal stooft. En je moet nog een beetje een bite hebben. Niks meer aan doen. Vlees klaar, groenten klaar. En mijn patatas bravas ook bijna klaar. Even kijken wat ik dat vandaag eens op doen. Ik dacht zelf aan deze schaal. Dat is wel een mooi formaatje zo. Eerst kool. Op de schaal. Die zet ik alvast klaar. Hier ren ik even naar mijn patatas bravas. Om die uit de friteuse te halen. Mooi kleurtje, kijk. Ja, ik heb hier allemaal gereedschap in overal. Goed gaar? Ja, ook goed gaar. De vork glijdt er doorheen. Mooi aardappeltje. Krokant gebakken. Vers van het huis. Schilletje er gewoon omheen laten. Die leg ik er gewoon zo omheen. Aardappeltje. Moet je nou eens kijken. Dat ziet er nu toch al lekker uit. Dat bedoel ik. Mijn aardappeltje overigens vind ik ook dat hij natuurlijk wel een beetje zout moet hebben. Zo. Ga ik nog eventjes met mijn schaaltje naar mijn vlees toe. En niet andersom. Moet je nou eens kijken. Ja. Dit is goed, hè? Dit is goed, hè? Kijk, kijk, kijk. Mooi glimmend, mooi sappig vlees. En ja, als je nou patatas bravas nog op de originele manier wil serveren, dan doe je nog een beetje chilisaus op. Chilisaus, hoe kom je aan de chilisaus? Nou, je gaat naar de supermarkt, je gaat naar het sausenschap, chilisaus. En dat doe je nog even zo over die aardappels heen. Haha, mooi, hè?